Het ministerie van Defensie is bezig een rechtszaak voor te bereiden tegen de VRM. Het leger is een bijzondere organisatie gebaseerd op discipline en hiërarchie en regels. Er is geen behoefte nog belang bij om op te ruien, te demotiveren of om mensen aan te moedigen om te ageren tegen het wettig gekozen gezag. Dit gaf minister Krishna Mathura vandaag aan tijdens een persconferentie. En we gaan ook naar de rechter om te vragen dat de rechter hun verbiedt om deze handelingen te plegen. Een opmerking die ik wil maken, maar ik wil ook dit opmerken dat wij verwachten dat mensen die leidinggevende functies hebben, ook bij de VRM, dat ze een goede afweging maken van belangen. Omdat juist gewapende machten een extra verantwoordelijkheid hebben in die samenleving en dat in die afweging van belangen het groter belang voorgaat. En dat is eigenlijk de veiligheid in die samenleving, de bescherming van mensen, dat is prioriteit voor ons en dat verwachten we ook. In deze case zien we dat dit niet is gebeurd en dat men voorbij gaat aan eigenlijk het groter belang en dat is die veiligheid en die bescherming in die samenleving. Dus het is jammer, we betreuren, we roepen op dat ze wijsheid gebruiken, dat ze het pad van confrontatie en provocatie verlaten en toch weer aan tafel zitten om problemen op te lossen. Ik moet zeggen dat de eis die VRM heeft van 150% salarisverhoging, laat me dit zeggen, de hele Surinaamse samenleving is getroffen door de financiële crisis. Het zijn niet alleen de militairen. Iedereen in die samenleving is getroffen. En wij moeten met z'n allen hieruit. En we doen ons best om hieruit te komen. En ik denk dat het niet goed is dat als je vraagt, dat je meteen ook na 2 dagen in actie gaat. Minimaal wordt verwacht dat je de werkgever voldoende ruimte geeft om de voorstellen te bestuderen en daarop antwoord te formuleren. En ook aan tafel te zitten en te communiceren. Dat is in dit geval niet gebeurd. Dat is jammer. Dat is heel jammer. En ja, wij, nogmaals, wij gaan dit niet accepteren. We hebben er als samenleving geen belang, en zeker als Defensie, geen belang in dat op deze manier omgegaan wordt met leden van een gewapende eenheid, mensen die wapendragers zijn, mensen die in uniform zijn, mensen die gehouden zijn aan wettelijke regelingen. Want het recht van verenigen is verankerd in de wet, maar er zijn ook richtlijnen in de wet op het Nationaal Leger en wet rechtspositie militairen met betrekking tot het gedrag van militairen. Van wat mogen ze wel en wat mogen ze niet. Staken is verboden. Ja. Deelnemen aan protestdemonstraties is ook verboden. En wat we zien is een regelrechte confrontatie dat aangezet wordt om wettelijke regelingen te overtreden. En dat kunnen we niet hebben. Want vandaag is het VRM. Morgen gaan er andere wettelijke regelingen overtreden worden. En dat kunnen we niet hebben. En als er knelpunten zijn, vinden wij van Defensie. Wat we niet ontkennen dat er knelpunten zijn in het leger, want er is heel veel achterstand ook. Als er knelpunten zijn, dan verwachten we van partners, werknemers, organisaties, verenigingen, dat ze verantwoordelijkheid nemen. Dat ze de knelpunten identificeren. En dat we samen zoeken naar oplossingen voor die knelpunten. Maar dat ze niet abrupt in actie gaan en mensen oproepen en aanzetten om regels in het Nationaal Leger te overtreden.